In 2013 zijn ze gestart met de bouw van het nieuwe zwembad. We hebben deze bouw op de voet gevolgd. Je kunt nog een kijken naar beelden van deze bouw en ook uiteraard van het eindresultaat. Na vele jaren praten was het in juli 2013 dan eindelijk zover. In Stijn kon gestart worden met de bouw van dit nieuwe binnenzwembad. Een modern en duurzaam driebaden zwembad bestaande uit een 25 meter wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een kinderbad, waarvan de twee eerste uitgevoerd zouden worden met een beweegbare bodem. In de zomer van 2013 werd begonnen met het uitzetten van de bouwplaats en het afgraven van het terrein aan de Stadhuisstraat. Al snel werd het gat zichtbaar waarin de betonnen bak van het zwembad moest komen. Alles werd klaargemaakt om te kunnen overgaan tot het storten van de vloer, ijzeren matten, bekistingen, leidingen. Het werd er allemaal klaargelegd om te verwerken. In september was het zover, er kwamen de eerste betonwagens het terrein op en werden enkele duizenden kuub beton voor de vloer gestort.
Nadat ook de wanden waren opgetrokken, ging men denken over het dak. Dat moest er nu komen. En voor het dak moesten 8 spanten geplaatst worden, elk met een lengte van 35 meter. Daarmee overkapten ze de zwemzalen en de kleedruimte totaal. Elk van die spanten heeft een gewicht van 8000 kilo. En daarnaast zijn nog 57 stuks betonnen prefab-elementen geplaatst. En deze zijn verankerd in het staal en wegen elk ook zo tussen de 8000 en 10.000 kilo. We praten dan dus over gigantische krachten die op de constructie drukken. Omdat het zwembad te midden van het groen ligt, is voor de dakbedekking gekozen voor sedum. En sedum, dat is een mosplant die ervoor zorgt dat de 2300 meter van het dak niet alleen een natuurvriendelijke groene uitstraling hebben, maar ook goed is voor een stevige isolatie.
en dan kan begonnen worden aan het binnenwerk. Om de vloeren en de wanden van de zwembaden een mooie en frisse aanblik te geven, wordt er een kleine 6000 vierkante meter tegelwerk aangebracht. Inclusief de vloeren en de wanden in de douches, de kleedlokalen, de toiletten, de entree en de medewerkersruimte enzovoorts. Maar een goed functionerend, duurzaam zwembad moet natuurlijk voorzien zijn van de modernste snufjes op het gebied van de techniek. En als we dan de kelder induiken, dan zien we daar de installatie staan. Een installatie die in staat moet zijn om alle water eenmaal per dag door de filters te sturen. En dat zijn er vier. Vier filters. Eén voor het instructiebad en het peuterbad. Eén voor het grote wedstrijdbad. En twee voor het reeds bestaande buitenbad. De aansluiting daarvan gebeurt nu nog vanuit het oude bad, maar straks dus vanuit het nieuwe zwembad. Op een topdag, als ook het buitenbad open is, moeten de vier pompen alles bij elkaar rond 4000 kubieke meter water zuiveren. En dat is dus 1,73 kub per uur. En zo'n zwembad moet natuurlijk ook aan de buitenzijde oog hebben. En die buitenzijde van het gebouw die wordt strakjes met de boomfeestdag omgeven met 31 bomen. Witte en rode Amerikaanse eiken, moseiken, zomereiken en valschristusdoorn. Dat gaat gebeuren door kinderen van de basisscholen en ze doen dat op 18 maart. De parkeerplaats bij het zwembad biedt vooralsnog plaats aan 60 auto's. Voor 1 april wordt het zwembad nog getoetst op toegankelijkheid voor de mensen met een beperking. Het gebouw staat er. De baden zijn gevuld. Kortom, het is nu nog even wachten op de bezoekers. Maar eerst worden de laatste werkzaamheden aan de buitenzijde nog uitgevoerd. Het plaatsen van hekwerken en tourniquets. Het plaatsen van de lantaarnpalen. De zitbanken, de fietsenstalling enzovoorts. En dan is het zwembad klaar voor gebruik. Dan bent u, beste kijkers, allemaal van harte welkom in het prachtige nieuwe zwembad in het Steinerbos.